Het mooie van een witte ondergrond is dat het lekker clean is. Het nadeel is, is dat hij snel vervuild raakt. De mensen gaan erop staan, uh, hakken trappen er kleine putjes in en dat ga je terugzien op je foto's. Nou, uh, wordt het te erg, dan ga je natuurlijk een stuk afknippen of koop je een nieuwe rol. Maar in het begin kun je dat ook in Photoshop nog wel doen. En dat doen we niet met de toolkloon. dat wordt gewoon veel te veel werk. Er is een makkelijkere manier. Als ik bij deze foto eens inzoom op dit stukje hier, dan zie je goed dat er uh, wat puntjes vuil liggen. Maar dat er ook voetafdrukken staan. Nou, dat wil ik gewoon weg hebben. Ik dupliceer mijn laag. En dat doe je door Ctrl J. Of je zou er met rechts op kunnen klikken en dan uh, voor dupliceren kiezen. En in die nieuwe laag, daar ga ik alles vaag maken. En dat doe ik niet via het menu vervagen. Maar dat doe ik bij Ruis met mediaan. Je ziet dat we een nieuw venster krijgen. En je gaat daar een waarde in selecteren. Waarin alles gewoon weg is wat je weg wil hebben. 28 in dit geval. Geweldig. Men klikt op OK. Nou, als je nu de hele foto bekijkt, dit is natuurlijk ook niet gewoon hetgene wat je zoekt. Je wil uh, je ondergrond mooi vaag hebben, maar je model mag in dit geval best wel gezien worden. Dus. Um, daar moeten we nog iets op vinden. Nou, dat kunnen we doen door middel van een laagmasker. We hebben een nieuwe laag gemaakt. Dus we kunnen met een laagmasker gaan vertellen dat we van die nieuwe laag alleen maar de vage ondergrond willen zien en de rest niet. Moet je dan heel secuur je model uit gaan zitten snijden? Nee, dat hoeft ook niet. Het kan precies andersom. We gaan een laagmasker neerleggen. En je ziet dat het een wit vierkantje is wat erbij komt. Nou, druk je op Ctrl-I, dan wordt het een zwart vierkantje. En staat alles uit. En vervolgens kunnen we met een kwast en een witte kleur. Gewoon rustig gaan zitten verven. Op wat weg moet. En als je dit vergelijkt met klonen, dan scheelt het gewoon zoveel tijd. Wat is het grote voordeel van dit filter? Dus als je bijvoorbeeld als je het gebruikt om uh, bijvoorbeeld stukjes haar netjes weg te werken, dan merk je als ik naar rechts ga. Ik werk nu in de schaduw en hier zit weer gewoon wit. Nou, als ik gewoon doorga, dan zie je dat hij met die schaduwlijn best wel knap rekening houdt. En dat is eigenlijk het voordeel van het mediaanfilter. Het houdt rekening met de gradaties in je achtergrond, je schaduwpartijen, maar de hele kleine dingetjes, daar kies je dus die, 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 die straal voor, de hele kleine dingetjes, die vereffent hij wel. En op die manier kun je dus gewoon vrij simpel en eenvoudig je ondergrond opschonen en heb je een mooie witte ondergrond.